De meeste mensen hebben natuurlijk, ja, die zijn echt overdonderd en verdrietig. En ook een beetje angstig voor de toekomst. Ja. Er zijn mensen die zeggen dat er echt wel onvoldoende geregeld is. En voor al die polyklinische patiënten, hebt u daar een beeld van gekregen? Ja, er moet wel meer geregeld gaan worden. De zorgverzekeraar moet erin wel aan de bak. En ik hoop wel dat de komende weken daarover meer duidelijkheid. En dat mensen zich daarin ook veilig en beschermd voelen. Kunt u nog een rol spelen daarin? Nou, wij proberen als gemeente, wij staan natuurlijk een beetje met onze rug tegen de muur. Hè? Wij proberen samen met de ziekenhuizen, met het UWV, plekken te creëren waar mensen weer aan het werk kunnen. En we proberen waar we kunnen te ondersteunen. Maar het is in principe, is dit natuurlijk verantwoordelijkheid van het Rijk en de zorgverzekeraars. Maar het is wel ons ziekenhuis. Vindt u het in die zin niet triest wat er de afgelopen dagen in uw stad gebeurt? Dus een ziekenhuis dat failliet is gegaan. Ja, dat is ontzettend. Echt, dat is treurig. En het creëert dramatische omstandigheden voor het personeel en voor de patiënten. Ja, heel dubbel. Ik vind aan de ene kant zijn mensen natuurlijk ontzettend verdrietig. Je praat met een vrouw die 43 jaar er gewerkt heeft en van dag 1 op dag 2 haar baan kwijt is. Dus ja, mensen zijn heel erg verdrietig. En aan de andere kant spreek je ook met mensen die zo betrokken zijn bij hun patiënten, zoveel hart voor de zaak hebben. Dat is ook ontroerend.